Voor een boer is het belangrijk dat je bij elke vierkante centimeter de juiste nutriënten kan strooien. Daarvoor is het van belang dat hij kwalitatief goede kunstmessen aankoopt. Dat begint in de fabriek bij het productieproces, maar ook in het verloop van de verlading tot uiteindelijk de levering bij de boer. Belangrijke eigenschappen daarbij zijn de hardheid van de korrel, de homogeniteit van het product, de grootteverdeling, het stortgewicht en natuurlijk ook het vochtgehalte. Daarom staan we hier in een geconditioneerde hal waar het vochtgehalte in de gaten wordt gehouden, omdat we zo geen invloeden hebben op de kwaliteit van de korrel. In deze hal worden de siloauto's geladen en we hebben buiten een terminal staan die de schepen overdekt kan verladen, zodat het weer geen invloed heeft op het verlaadproces. Een van de kenmerken van kunstmest is de homogeniteit. Die kunnen we bepalen met behulp van deze schutbox. Met deze schutbox bepalen we dus de korrelverdeling van de kunstmest. Het is in feite heel simpel. We vullen de box met de kunstmest. We doen even schudden. En uiteindelijk is het van belang hoe die korreltjes verdeeld zijn in de schutbox. Nou, we zien hier behoorlijk veel product aan deze kant. Hier moet 80% van het product zitten. Nou, dat is bij deze kunstmest zo, dus het is een goede kwaliteit kunstmest. Andere belangrijke eigenschap van kunstmest is de hardheid van de korrel. Die korrel moet hard genoeg zijn, voor als hij op de schoepen van de kunstmeststrooier komt, dat hij niet kapot geslagen wordt. Want anders zien we dat terug als een stofwolk achter de strooier. En dat willen we niet hebben. Die hardheid kunnen we meten met een hardheidsmeter. Goede kunstmest heeft een hardheid die harder is dan 5. Nou, we zullen kijken welke hardheid deze korrel heeft. En dat zullen we nu even demonstreren. Nou, deze heeft een hardheid van 10. Dus het is een prima kunstmest. Een belangrijke eigenschap van de kunstmest is de homogeniteit. Nou, dit kunnen we laten zien door een emmer te vullen met product. En dan gieten we deze uit. En dan zien we tijdens het gieten dat de dikke korrels naar de buitenkant rollen. En de kleine korrels die blijven in het midden. Dit gebeurt in de kunstmeststrooier precies hetzelfde. Als we dus heterogeen product hebben, dan zullen eerst de dikke korrels gestrooid worden en dan pas de kleine korrels. Nou, dit zien we terug als strooibanen in het veld en dat willen we niet hebben. Als de kunstmest op een boerenerf komt, dan wordt hij bijvoorbeeld in een silo geblazen. Het belang van de kwaliteit moet ook hier gewaarborgd worden. Dat kan door de doseerpijpen goed af te sluiten, eventueel met een slot te secureren. Daarnaast is het van belang om de vulpijp en de ontluchtingspijp af te doppen, zodat er geen vocht in de silo komt. Komt er wel vocht in de silo, nou, dan kan dat toch het gevolg hebben dat brugvorming in de silo ontstaat. Dat zorgt ervoor dat of het product niet goed uit de silo loopt, of dat er brokken op de strooier komen. Nou, deze brokken die zijn natuurlijk niet goed verstrooibaar. Boeren kunnen er ook voor kiezen om een kunstmest via Big Bags op het erf te krijgen. Worden deze voor langere tijd opgeslagen, is het van belang dat er geen vocht van onder kan op intrekken. Nou, je kunt hem dus op een pallet zitten of je kunt hem binnen in een schuur zitten op een vochtvrije vloer. Ga je hem stapelen, dan moet je niet hoger dan 3 Big Bags gaan, want anders is de druk op de onderste Big Bag te groot. Dat kan de kwaliteit van de kunstmest beïnvloeden. Blijft hij buiten staan, dan is het ook van belang dat er een plastic overheen gaat, zodat er geen vocht in kan blijven staan. Want uiteindelijk kan er condensvorming in die Big Bag gaan ontstaan, wat natuurlijk ook weer de kwaliteit van de meststoffen beïnvloedt. Nou, voordat we gaan strooien, moet de boer nog even wat instellingen van zijn trekker en van zijn kunstmeststrooier controleren. We willen hier nou 180 kilo kast per hectare strooien. Het instructieboekje geeft aan dat het dan op standje 4A moet gebeuren. Nou, we zien ook hier dat stand 4A ingesteld is. Nou, dan weten we ook zeker dat we die 180 kilo per hectare gaan strooien. Dingen die daarnaast belangrijk zijn, is om te kijken of we de juiste schoepen gemonteerd hebben en of die ook niet versleten zijn. Wat ook belangrijk is dat de strooier op de juiste hoogte hangt. Dan willen we hier op het gras strooien, dan geven we het instructieboekje aan dat je op 60 centimeter hoogte moet staan boven het gewas. Nou, dit kunnen we controleren door vanaf de schoep naar beneden te wijzen en hij ziet heel mooi 60 centimeter. Dat is prima qua hoogte. Daarnaast wat heel erg belangrijk is dat de strooier zowel in de breedte als in de lengte goed vlak staat. Want anders krijgen we een verkeerd strooibeeld, waardoor we en de breedte niet halen en dus niet de kwaliteit kunstmest op de juiste plek krijgen in het veld. Dat kun je heel makkelijk controleren door even een waterpas erop te leggen. Nou, de kwaliteit van kunstmest is voor ons belangrijk in verband met de strooibreedte. Je moet ook voldoende gewicht hebben, de korrel, zodat we ook de ingestelde strooibreedte kunnen bereiken.
En die mag zich niet kapot slaan, want dan is de strooibreedte ook niet meer, breken die ook niet meer. Nou, de kwaliteit van de kunstmest beoordelen we eigenlijk visueel, maar ook met de schutbox. Eén keer per partij gebruiken we de schutbox, zodat we ook een goed beeld krijgen van welke partij dat we in huis hebben.